Ja, beste mensen. Vandaag is een wederom een heugelijke dag voor het gemeentebestuur van Hattem. Hattem is namelijk heel blij met Consmema. Wat is de omvang van deze intentieverklaring? Consmema die is op dit moment bezig met de nieuwbouw op H2O. En over een half jaar hopen wij te gaan verhuizen. En dit half jaar willen wij gaan onderzoeken of het haalbaar is door middel van een bestemmingsplanwijziging om hier woningen te plaatsen. En met deze intentieverklaring spreken we uit dat de gemeente heeft intentie om het mogelijk te maken. Ik heb dat. En we gaan het komend half jaar onderzoeken of het of financieel haalbaar is en technisch. Heb je al enig idee welke type huizen jullie gaan bouwen? We hebben wel ideeën, alleen dat is nog wel prematuur. Dat hangt ook af de wensen van de gemeente en ook wat de behoefte is in de gemeente Hattem. Ik vermoed dat het richting 200 in kap, 300 in kap woningen gaat. Maar het is af te stemmen met de gemeente, met wat de behoefte is in Hattem. Hoeveel huizen gaan het worden en is ook al bekend welke prijsklasse ongeveer? Dat is nu nog wat lastig in te schatten, maar ik verwacht dat het tussen de 30, 35, 40 woningen zal gaan. Prijsklassen, we denken dat we in het luxere segment zoeken. Dat is ook afhankelijk van welke rand je zit. Maar als je aan de Heesenbergenwegkant, dat is misschien een ander type huis dan aan de industriewegkant. En de prijsklassen, ja, die zullen zoals ze zijn in Hattem op dat niveau. En u gaat ze zelf verkopen? Weet ik nog niet. Wat ik in ieder geval wel ga doen is het plan ontwikkelen. Dus de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Mocht het allemaal haalbaar zijn, bestemmingsplanprocedure doorlopen, plan ontwikkelen. Dus helemaal technisch uitwerken. En dan is het moment om te gaan kijken of we het in eigen beheer gaan doen of dat we het op de markt gaan verkopen. Wat is de omvang van deze intentieverklaring tot herontwikkeling van het lege consumeerbaar terrein voor de gemeente Hattem? De gemeente Hattem heeft al 4 jaar geleden de intentie uitgesproken om het veen te laten verkleuren. Daar wordt bij bedoeld dat vooral bedrijven die hier niet meer op hun plek zijn, dat die plaats maken voor woningbouw. Het Veen is de toekomstige grote woningbouwlocatie van de gemeente Hattem. En de intentieverklaring Consmema is hopelijk onderdeel van de invulling van het Veen met woningen. Dus deze huidige bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van huizen? Nou, we praten nog niet over een bestemmingsplan. Die intentieovereenkomst die richt zich op een toekomstige anterieure overeenkomst met Consmema. Zo'n overeenkomst, dat is een overeenkomst waar de gemeente faciliteert om dat mogelijk te maken. En een van de methoden daarin is dat de raad dan gevraagd zal worden om een bestemming aan te passen, zodanig dat die woningen ook gebouwd kunnen worden. Ja, maar dit is de burgemeester Moslaan, die loopt hier. Derde industrieweg, vierde industrieweg en dit is de Heesenbergenweg. En het is eigenlijk het hele eiland wat daar tussenin ligt. En het is een kleine 10.000 vierkante meter, is een kleine hectare.